Maar dat wel, dat is heel veel. Oh, ja, wat heb je er weer? Ja, ik heb je perk. Nee. Ja, van de boot. Hier heb je aan de zijkant. Dat is Adolf. Nee, dat is niet Mussolini. Dat is hier ook recht aan de rechterkant. Oh, hier heb je Adolf. En dat is Mussolini? Ja, maak het een beetje. Nee, dat is een Duitse. Nee, wat ook heel discutabel was, is zeg maar bijvoorbeeld deze mevrouw die lift het zaakje van die gozer. En er zat dan een stickertje overheen omdat ze daar in Amerika niet meer om kon gaan. Dus, dat is eventueel, ja, okay. Ja, dus niet Charlie Chaplin. Ja, kijk, dat vind ik toch een belediging voor de vuur. Dat is helemaal aan de zijkant. Ja. Ring them bells! Ring them bells. Ja, Elton John natuurlijk. En we hebben hier ook zeg maar, de Kiss en de Rolling Stones kuppelkast. Ring them bells. Dat is nog een oud nummer uit 1931. Ring them bells, ja. Oké. Eerste pinbalmachine met flippers. We hebben het over flipperkast, maar het is eigenlijk pinbal. Ja, pinbal. En pinbal is eigenlijk, dit is de oudste die wij hebben. En deze uit 1900. Maar pinbal was niet meer dan een plankje met spijkers. En pinbal. En daarna zijn er dan zeg maar flippers bijgekomen. En dit was de allereerste flipperkast. Yes. Dat is dan hier ook zeg maar de evolutie ziet. Kistjes. Dus allemaal ja, kistjes met spijkers. Dus misschien een balletje of pinbal. Heel simpel. Heel veel mensen doen het heel moeilijk. Ja. Dat is eenvoudig. Mooi, mooi, man. Dat zijn wel mooie stukjes, hè? Ja. Kijk. Dit is ook wel apart. Ja. En hier in 1932, ik had zoiets van, hey, het zou leuk zijn als we de bal kunnen beïnvloeden. Dus gewoon een tikje geven of zo, of een beetje beïnvloeden. Oké, okay, oké. Okay. Maar dat heeft het dan ook weer niet gehaald en later weer weggehaald. En ja. Nou, ik heb deze uit 1920, maar dan zie je ook gewoon, hier ging het al in de industrie in, met machinaal. En hier is het gewoon, ja, rossen er maar in, spijkers. Houten ketleggers. Die nog even bij verdienen. Jules, ken je dit nog uit jouw jeugd? Zeg maar, je vroeger op de kermis en die grijpkraan. Ja, en dit is dan zeg maar echt, dit is uit 1932. En dan moet je dan handmatig meer op draaien. Ja, 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 ja. En dan de cousine ging die pakken, maar het is zo'n kwikschakelaar. Dat is echt niet normaal. Dat is gewoon, als hij ooit breekt, dan, dan ben je aan de beurt. Maar dan haalde je nooit, want ook als je dacht van nou, ik heb hem, dan ben je op het laatste moment altijd weer draaien. Ja, weet je, dingen zijn zo ontwikkeld dat ze één keer in de 10 keer of keer afstellen, ze hebben echt kracht hebben. En daarna was het gewoon een beetje bedonderen. Die boel bedonderen. Ja, dus stond die kermis vol mee vroeger. Ja. Ik bedoel, van Brighton, van de Pier. Ja, hele oude die in 1900 die boksbeer. Zo gaaf. Dat is echt een artistieke.
Ja, hij is echt gaaf. Die wil ik wel graag doen. Ja. Dit is ook zo leuk. Dit is zeg maar, dan moet je het hele kopje laten draaien. En dan moet je het niet met dit ijs draaien, want die kop, dan moet je dan die ijzertjes draaien. Dit is uit 65. Okay. Spectaculair. Vincent's. Oh, nee. Ja, zo kan je een leven leven. Ja, ja. Dat zal je helemaal gek in de ja, nee, tuurlijk. Ja, ja, als je echt aan ja, ja, we zijn niet 4 jaar bezig, maar dat je binnen zit samen verzameld. Ja, 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 ja. Ik vind het wel oké, ik vind het wel leuk. Ja, nou, ik zat er wel. Kijk, er zijn er natuurlijk een hoop teams. Wij gaan nu hier afsluiten. Ik had misschien het idee hebben, maar ik moet het ook echt doen. Ja. Zijn er niet zo veel? Nee, ik heb een enorme risico. Ja, natuurlijk. Als je iets met hartstop, echt met hartstop doet, dan dat overtuigt ook allemaal. Ja, het is toch wel een erg lastig wat hier staat. Ik heb het later nog wel aan elkaar gehoord. Hij kon staan, hè? Hij heeft een leuk beetje gemaakt. Ja. De Matrix, dat had je helemaal zelf gemaakt. Ja, hij is wel mooi. Ja, met vrienden. Met vrienden. Ja, vind ik echt. Nee. Het is leuk, hè? Koeien. Ja, sowieso. Sowieso. En de flipper, dat was ik wel vet van. Ja, dat is wel. Ja. Zeker. Die zie je jeugd. Ja. Dan ga je het zelf hebben gekopen. Ja. Ik ga er aan de beurs gaan. Valse glimlach van hem. Rutte Dalfi en Marten. Rutte Dalfi van de Hoek. Ja. De Wizard ging over dus, de Tumo Wizard. Ja, 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 ja. En daar is Captain Fantastic ook aangelinkt. Ik heb het Fantastic en de Brown. Maar dat is nog, dat, in dat Pinball Wizard, dat refereert ook nog aan het oude ja. Systeem, weet je wel. Klopt, ja. En dit is ja. Dus, deze Pinball heb ik gekocht en het is heel discutabel, want wie zien we nou hier dan? Ja. 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 Elvis? Of, nou, dat is André van Duin in een slechte imitatie van Roger Dalton. Ja, ja. Dat is wel heel grappig. Nou, wat grappig, André van Duin heeft jou ook perfect nagedacht. Ja, zeker. Maar ik, mijn gedachte is, mensen zeggen dat het Johnny Holiday is, maar dat zit er ook niet in. Maar het gedachte gaat is van, ze wilden een soort Elvis-kast bouwen, maar ze wilden niet de rechten betalen om hem te gebruiken. Dus ze hebben ze een blond haar gegeven, dan ze ermee weggegaan. Ja, 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 ja. Dat is een beetje gegaan. Maar zo elke flipperkast heeft wel gewoon. Ja, ik denk dat het regent. Het regent toch naar die Roger Dalton verwijzen. Het regent toch. Die wat vast, die had ook blond haar. Sparta afgeluisterd. Ja, ja, ja. Dat was van André van Duin. Ja, wel. Ja. En wie is deze dan? Die zit zo in mijn hoofd. Dat is, het is een souvenir uit Antillen. Je pest het uit je billen en als je neus stort, ga je sowieso wintersport. Maar die is niet van jou, maar die heb ik ook een keertje. Dat is, ik vond hem wel leuk. Nee, niet van mij. Nee. Maar de mooiste ding ik als God het van mogelijk zou kunnen doen, maar ja, sport het weer. Dat vind ik echt okay. Ja, en dat hebben we al natuurlijk. Ja, ja, ja. Hoe verder men keek, hoe groter de week. Hoe verder je in de week, hoe natter je keek. Hoe natter je keek. Dat was maar vlak helemaal aan elkaar. Wel hoor. Ja, fantastisch. Ja, ja. Dat is een hele mooie... Een leuke verzameling. Ja, ja. Oh, je hebt nog buiten. Ja, nee, kijk, het is, ik had een heel leuk verhaal op de dag. Want Schubert, dat is een spelletje uit 1982 en de kubuswoning is ook uit 82. Mm-hmm. Okay. Nou, dus ik heb die flipperkast meegenomen in de kubuswoning en verhaal geschreven. Was het kip op het eier nou eerst? Maar wie heeft naar wie geïnspireerd? Ja. Heeft de kubuswoning Schubert geïnspireerd of andersom? Nou, ik denk dat die architect van die... Ja. Van die zal niet veel met flipperkasten hebben. Nee, daarom. Ja, dat weet je maar nooit. Ah, nee. Dat was wel een eigenwijs, hè. De foto is genomen door Ben Klein, maar die ken je ook wel, denk ik, de fotograaf. Dus die had ik gevraagd, wil jij dat op Ja, het staat prima bij mij. Ja, dat was wel super leuk. Ja. Goed man. Top. Het loopt aardig in elkaar over. Ja. Toch? Hé, hartstikke leuk dat je... Ja, ja. Ja.
Als je nog eens een keer een fotoshoot hebt of wat dan ook. Voor, ja, maar je hebt een duidelijk tijd dat je grotere premises krijgt. Want ja, dat is wel helemaal geleden. Ja, het is ook zo. Weet je, maar het is ook, ja, we zijn 4 jaar geleden begonnen. En ja, het is gewoon zo goed gegaan. Ik had wel altijd gehoopt om maar nooit. Ja, dat. Ik weet wel, dat is moeilijk. Ik weet wel, hoe snel het ons. Ik denk wel dat het dan inderdaad veel groter is dan je zelf denkt. Ja. Dat je er ook uitkomt. Ja. Dat ook geen andere afmerking wordt. Nee. Nou, op een gegeven moment dat er zoveel is, dan heb je niet meer. Ja. Nou ja, dan wordt natuurlijk zo'n aardeboden. Dan is je vrouw ook tegenhanger. De mistelijks op Larnis. Dat is Elvira. Dan ben ik bij de hele op geweest. En de highlights van de kast. Van de privé-zing. Maar het zit dat. Pas dat van de Twilight Zone zit. Dat is een beetje En daar zijn ze achtergekomen, want toen heeft George Kooijmans heeft als beloning een flippenkast gekregen. Ja. En die heeft hij nog steeds. Nee, maar die heeft tegenwoordig het wereldrecord van die. Ja. Ze loopt echt in de miljoenen nou. Ja, die gaat nergens meer over. Nee, dat vind ik wel jong. Ben je nog iets verder Elvis of is het? Elvis, ja. Flip, 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 flip